De keuze van het wel of niet dragen van een mondkap moet worden gerespecteerd. Woorden van minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman merkt op dat er verschillende inzichten bestaan over dit vraagstuk en de gemeenschap dit moet snappen. Dus vandaar dat we ook zeggen van ook respect voor die mensen, dat we respect moeten opbrengen voor hun keuze om het op te zetten. Maar uiteraard zijn er ook mensen die zeggen van het is niet meer verplicht, maar het is wel dringend geadviseerd. En uiteraard weten we nog steeds dat COVID een serieus probleem is. En met name bij slecht geventileerde ruimte is het verwachtbaar dat de eigenaar of de persoon die daar, de organisatie, mogelijk wel maatregelen in place gaat hebben van luister, wij willen besmettingen nog voorkomen en we willen het liefst dat u toch uw mondkap blijft ophebben en we het zelf verplicht willen stellen. Dus daar kan je helaas weinig aan doen, maar het is wel aan te raden als dat zo is dat we vragen om daar begrip nog steeds voor te tonen, totdat de WHO de pandemie officieel ten einde heeft verklaard. De minister stelt verder dat zolang de pandemie niet ten einde is, hetgeen nog niet het geval, er maatregelen kunnen worden getroffen ter bescherming en voorkoming van COVID-19 besmettingen. De bewindsman gaat ook in op de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het Brokopondo rampgebied. Kanene yere fasa kumi, maar medische stemming die in het gebied. En medische zijn nou werk arm. Wij krijgen elke week wekjes verslag voor medische stemming over alle de dorpen, alle de poli, zijn situatie, zijn status. Van de zorg, van medische zorg godrapen. En altijd hoe arti en hoe zendresigo, hoe sanitaire van nodig, schoonmaakmiddelen, laarzen, schorten. We hebben dat allemaal gedaan, samen met de Rode Kruis. Aan de andere kant, de medische zending is onze waakhond daar. Dus de medische zending, ik check alle tori. Tweede, ik ben in Zwitserland en ik ben een paar directeur. En waarschijnlijk is dat bericht ook toe. Ik kies van gesprek gelijk omdat de hoofd van emergency afdeling voor PAHO bij de raad toevallen. En als er die met wat gesprek, op wat gesprek. En we zorgen dat de ingenieur voor PAHO, de sanitair ingenieur Kona Sranang, de Denono in het gebied. Er wordt ook geanalyseerd hoe de situatie hygiënisch kan worden gehouden. De PAHO heeft ook noodpakketten gestuurd naar het gebied in geval er direct moet worden ingegrepen. De medische zending gaat nu zelf met boten naar de gebieden die moeilijk begaanbaar zijn.